Hey, ik ben Mark van MotorKledingCenterTV en in deze video vertel ik jullie meer over de Alpinestars Megaton, beschikbaar bij MotorKledingCenter.nl. MotorKledingCenter, de specialist in motorkleding. De Alpinestars Megaton is een jas die speciaal is gemaakt voor mensen die op een sportmotor rijden, maar niet alleen met mooi weer rijden, maar ook met slecht weer. Het is gemaakt volgens een drielaagsprincipe. Dat wil zeggen dat er een losse thermovoering, een losse regenvoering in zit en dat de buitenjas voorzien is van een protectie. Dus je kan de jas helemaal afstellen aan de hand van het weer. Als je hem zo bekijkt, heeft hij ook een beetje de uitstraling van een leren jas. Dus hij mag ook vrij strak zitten. Het is een wat korter, sportiever model. Gemaakt van 600D slijtvast polyester en voorzien van CE-gekeurde protectie op de schouders, op de ellebogen en op de rug is de jas voorzien van een foampadding die eventueel nog uit te breiden is met een Alpinestars Bionic Back Protector Insert. Dat is een losse back protector die we vanuit de binnenkant van de jas erin kunnen schuiven. Aan de achterkant van de jas zie je eigenlijk dat alles in 3D is, erop is geborduurd, gestikt. Dat geeft de jas een wat stoerder uiterlijk. Aan de achterkant wordt hij ook wat langer, dus zit je op een sportmotor en je buigt iets voorover, dan hou je altijd een goede overlapping met de broek. We hebben hem hier gecombineerd met de Alpinestars Breggensbroek, volledig rondom omritsbaar, maar ook andere textiele broeken van Alpinestars kunnen worden aangeritst. Op de schouders, als je wat meer sportief zit, dus wat verder naar voren met je armen, heb je ook nog accordeon stretchpanels. Je ziet ook wat reflectie en de merklogo's, ook in de nek, zijn ook van reflectie gemaakt. Wat hogere kraag, dat als je tijdens de regen rijdt en je hebt je helm op, dat er geen water de jas in kan stromen. Vanaf de zijkant zien we dat de logo's in 3D zijn gemaakt. Een soort padding die eruit komt. Dat associeert een beetje met de leren jassencollectie van Alpinestars. Dat geeft de jas weer net een beetje extra sportiviteit. Op de armen ook accordeon stretchpanels voor wat extra bewegingsvrijheid. Ja, dan kunnen we aan de onderkant, als je de jas eventueel zou combineren met een Kevlar jeans of iets anders, kunnen we hem helemaal strak trekken, waardoor die ook een goede afsluiting heeft rondom de broek. Op de armen kunnen we ook veel stellen. Op dit moment zitten alle voeringen erin, dat is een vrij dik pakket. Dan hoef je hem eigenlijk niet af te stellen, maar als je dat eruit haalt, wordt de jas natuurlijk wat luchtiger. En kan je, als je vol in de wind zit of op een sportmotor zit, dit allemaal lekker strak afsluiten, waardoor het ook gewoon op zijn plaats blijft en niet gaat wapperen. Drielaagsprincipe wil zeggen dat je het membraan eruit kan halen. Een membraan is eigenlijk het wind- en waterdichte gedeelte van de jas. Dat zorgt ervoor dat er geen water in komt, maar dat je vocht er wel uit kan. Haal je het membraan eruit, dan heb je dus eigenlijk in feite een doorwaaijas. En dan kan je heel veel ventilatie openzetten. Hele grote ventilatiepanels. En aan de achterkant hebben we ook twee uitlaten op de rug. De kraag is helemaal af te stellen. Wil je wat strakker, wil je wat losser. En deze kunnen we tussen dit lipje doordoen als het zomer is, zodat je niet een hele dichte kraag hebt. Paul is 1,82 meter lang en weegt ongeveer 80 kilo, draagt hier een maatje M. Normaal gesproken heeft Paul een large, maar omdat dit een sportieve jas is en met voering en al best strak mag zitten, hebben Paul een M aangetrokken. Halen we die voering eruit, dan zal je zien dat de jas wat wijder gaat worden. Grote steekzakken, dus je kan van alles meenemen. En aan de binnenkant zien we dan een documentenzak. Een watergoot, die zit achter de rit, zorgt ervoor dat het water wat door de rits heen komt, die hier tussen de goot weer naar beneden loopt. En aan de binnenkant zien we dan het Alpinestars Drystar membraan. Dat is een membraan van Alpinestars, zelf ontwikkeld, goed waterdicht en heel hoog ademend vermogen. Dat is dus eigenlijk de binnenjas die de jas helemaal waterdicht maakt. Wordt het dan onder de 15 graden, onder de 20 graden, afhankelijk van hoe snel je het koud hebt, rits je de thermovoering eruit, vrij warme thermovoering, je kan hier eigenlijk het hele jaar mee doorrijden. En wordt het dan zomer, ritsen we ook het waterdichte gedeelte eruit en houden we eigenlijk alleen de slijtvaste buitenlaag over met de protectie erin. We zien hier een foampadding, die zit op de borst. Dat is eigenlijk alleen energieabsorberend materiaal, maar we kunnen de jas ook upgraden met CE-level 1 gekeurde Bionic Chest Protector Inserts. Dat zijn losse harde protectoren die we in het zakje hier erin kunnen doen. Wil je meer informatie over de Alpinestars Megaton of wil je deze jas bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.